Goedenavond kijkers, vandaag gaan wij een potje FIFA doen. Ik heb FIFA half jaar niet meer gespeeld. En we gaan hem pakken. Het is wel aftrappen, kom op. We doen het wel. Oké, dat is heel slecht, dat is heel slecht. We moeten het even meer gaan spelen. Dat is gehad, man. En hij probeert dit ook alleen maar. Dit is fantastisch. Oh, dit is wel rood hoor. Ik zou weer geel geven, het FIFA. Dat is geel. Precies. Wordt dit wat? Spektakel! Oh, de paal! Dat kan ik wel afstand schoten. Heeft de bal terug, prima actie. Doet hij goed. Cristiano Ronaldo! Oh, dat is wel een lekker goaltje. Dat is wel een lekker goaltje. Oké, we zijn 1-0. Hij gaat race kutten. Hij is klaar. We hebben gewonnen. Oké, we hebben de eerste wedstrijd gewonnen en we gaan meteen weer door. Doen om die bal te onderscheppen. Ja, en nu? Hij scoort voor Suarez. Fucking rode kaart liever dan dat hij scoort. Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Dit spel klopt voor geen kant. Ik had rood moeten krijgen. Echt, jongen. Rodriguez. Ah, kom op, joh. Ik ben die Piqué zo zat. Het slaat helemaal nergens op. Hij verdedigt met R1. En als je R1 inklikt, dan krijg je een computer te meegeven. Zijn ze nou mee bezig in die en ik zie gewoon dat er een computer met me meedoet. Hoppakee, echt waar. Ik ben gewoon zo zat, hè. Die hang ik echt sowieso. Messi. Ach. Hij is erop. Even mikken. Net boven het muurtje. Dan best wel hard. Op de lat. Ik ben die lat helemaal zat. Ja. Oké. Rodriguez is helemaal kapot. Maar. Ja, en nu? Die van hem ook. Oh, ja! Nu afluiten. Fluit af, verdomme. En gewoon weer gewonnen. 2 games achter elkaar. Lekker. Beter schiet het op. Het duurt wel lang. We zijn weer terug. Wat een verbinding lag eruit. Oké. We hebben 2 games achter elkaar gewonnen. Schiet. Raak, hij zit. Dart. Oh, niet te hard. Echt, ik word hier zo moe van die lat. Oh, dat kan gevaarlijk worden. Gaat oh, dit wordt een goal. Dit wordt een goal. Dit wordt een penalty. We scoren. Oké, 1-1. Nou, die komt ons in het spel. Erbij. Kijk, schiet de score alsjeblieft. Ah, jongen, ik ben hier zo mee klaar. Hè. Dit is al de tweede keer dat we de lat of de paal raken. Gaan we goed? Nee. Is het rood? Ja, het is kaart rood. Maar meestal geven ze geel op FIFA. Precies. Gele kaart. Gaan we niet eens weten. Ah, oh, de split. Oh, die ga ik terug laten zien. Oh, die was mooi. Cool. Kijk nou, dat was bijna zo. Daarom haat ik Neuer. Neuer is zo'n veel te goede keeper, ook helemaal in dit spel. Kroos. Ai joh, hoe kan je dat houden? Dat hij in overtreding. Lewandowski. Hier hebben wij een probleem. Wat gaat hij doen? Bayern München krijgt hem erin. Aangebroken. Beide teams hebben nog kans op een overwinning. Uitstekende ingreep weer. Keer op. En ik zou stoppen als ik. Ja, nee, ja. Hij komt zijn doel uit voor de kop af. Trap. Ja, maakt zich wellicht al. Van nou, je hebt ook goed gespeeld. Nee, ik heb een kaart gewonnen. Rodriguez. Ja, eindelijk. Ik dacht dat ik op de lat weer ging schieten. Oh, hè. Dat gaat toch wel winnen. Hele totdat ik verlies. Ik heb vandaag toch 13 uur geslapen. Nu moeten we dus het allemaal gaan kijken. Want je kan doorspoelen als je kruisje klikt. Nu mogen jullie praten. Praat maar tegen ons. Echt waar. Weggevertjes, hè. En dat op dit niveau. Je moet het ook gewoon verliezen. Daar is hij dan. Dus hij is niet snel, maar hij heeft wel. Oh, die gaat zich best wel bij het spel. En de keeper heeft hem zonder problemen. Let op die andere gozer. Oh, mijn god. Ja hoor, daar is de gelijk. Dat was wel een lekker balletje. Ik moet professioneel doen. Gaat uit! Gaat hem net in. Die Walcott heeft, dan wil hij zeker meer scoren natuurlijk. Dan moet ik spelen om te scoren. Dit wordt menens. Nee, die bal gaat er niet. Dit wordt misschien de 4e keer. Als je aan de oude kant komt.
Cristiano Ronaldo kan het doen. Cristiano Ronaldo! Ja, en we gaan gewoon weer winnen. Absoluut. Dit, Özil. Kan hem scoren. Nu gaat hij wel scoren. Ja, precies. Kut. Ja. Benzema, godsamme wat. Ja. Hij is niet snel. Hij is niet snel. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Hij probeerde het van grote zin van die afstand. Fluiten. Dat scheelt helemaal niet. Wacht. Fuck dat. We gaan weer verder. Binnen hebben we dus 5 games achter elkaar gewonnen. Daarna stop ik. Dit is dan een goal. Dit wordt een goal. Weer vroeg in de wedstrijd. Mij val je zo in slaap. Het balbezit wordt overgenomen. Kom op, goal. Fuck. We gaan staan 2-0 achter. Ja, fuck! We gaan het verliezen. Volgens mij gaan we het potje ook verliezen. We komen op een 4 winststreek uit. Wat doet mijn keeper daar? Bal op de paal en daar heb ik heel veel geluk mee. Dit is Cristiano Ronaldo. We moeten dan gamen en dan kom eens kijken. Ja, cool, punt. Ja, en nu? Ja! Oh! Wij zijn helemaal terug in de game. We gaan gewoon een 5 winststreek uit. Misschien. Overtreding en hij heeft al geel. Nee. Scheidsrechter, waar heb ik een godse hekel aan jou? Wat? Hey Tominere, ken je? Ik heb geen idee of je het kent. Ik zit weer daar te kijken. Fijn dat je kijkt. De rest van de mensen ken ik wel. Denk ik. Dit wordt spannend. Zo uit de lucht geplukt. En we verloren. Ja, oké. We hebben dus 4 potjes achter elkaar gewonnen. Hier. Hij gaat ook niet scoren. Kom dan maar met rood. Geef mij dan maar rood. Fuck af. Hier, rood. Dit is geen penalty, want het is op de streep. En dit is rood. Meteen rood. En ik zat al veel op de mannen gezet. Dit is geen penalty. En anders ben ik een penalty killer. Het is ook niet daar geweest, FIFA. Het is fucking op de lijn. De aangever neemt de vrije trap.